allemaal en welkom bij een nieuwe Kirby-vlog. Vandaag ga ik jullie iets vertellen over opgravingen. Om dinobot in een museum op te kunnen zetten, moeten er eerst een hele hoop mee gebeuren. De botten moeten eerst uit de grond gehaald worden en dan goed ingepakt worden voor het vervoer vanaf de opgraving naar het museum, waar ze dan helemaal schoongemaakt gaan worden en opgezet gaan worden. Maar hoe vinden we nou zo'n dinobot? Vaak komen we dinobotten tegen als ze dan een beetje aan het oppervlakte van de grond liggen. Dit komt vaak omdat ze schoongescheurd worden door de wind die er zand langs waait. Iemand die ergens een bot ziet uitsteken, die belt dan of meldt zich bij een museum en die kijken of er iemand naartoe kan gaan om het op te graven. We hopen dan of om een stukje te vinden, maar het liefst hebben we natuurlijk een heel skelet. Het opgraven doen we met de hand en af en toe gebruiken we nog machines om ons te helpen. Bij het weghalen van het gesteente gebruiken we vaak mesjes, pikhouwelen, boortjes, hamertjes, kwastjes en noem het maar op. Als we het bot dan goed kunnen zien, beginnen we met het bot vrijmaken voor het gipsjasje. Als we dan het bot vrij hebben, beginnen we met een kuiltje maken om het bot heen. Dit noemen we trenchen, omdat we een greppeltje maken om het bot heen. Als we dan een mooi greppeltje hebben, beginnen we met een soort paddenstoel maken van het stuk bot wat we hebben. We maken dan een bolletje met daaronder een steeltje. Als we dan een mooie paddenstoel hebben, dit noemen we shroomen, dan beginnen we met aluminiumfolie over het bot heen leggen, waarna we daarna kunnen gaan gipsen. Het aluminiumfolie gebruiken we omdat het bot nog steeds vocht kan opzuigen. Dus als we daar plaster overheen leggen, oftewel gips, dan zuigt dat gewoon in het bot. En dan krijgen we dat er nooit meer vanaf. Als we dan gips gemaakt hebben om te gaan gipsen, dan beginnen we met de jute. Dat is ongeveer hetzelfde als van de zak van Sinterklaas. Dat snijden we dan in reepjes wat precies over onze mushroom heen past. Als het gips dan mooi gestold is, dan kunnen we beginnen met de paddenstoel afbreken. We breken het pootjes onder de paddenstoel dan weg, zodat het pakje omvalt. We hebben dan, als het goed is, op de kant waar het gips gestold is, het nummer geschreven wat het bot heeft gekregen. Als hij dan mooi op zijn kant ligt, beginnen we met de grond glad maken of gelijk maken, zodat we dat ook weer mooi kunnen gipsen. Dan maken we dus inderdaad aan de andere kant ook weer een gipsjasje. En dan hebben we één groot gipspakket. Soms zijn die gipspakketten zo groot dat we ze met de hand niet weg kunnen slepen. Hiervoor hebben we dan machines nodig. We gebruiken hier vaak een bobcat voor. Dat is een soort graafmachine die ook dingen kan optillen met een forklift. Zoals ik al zei, gebruiken we op een opgraving vaak dingen om met de hand te werken. Pikhouwelen, schepjes, borsteltjes enzovoort. We gebruiken ook kruiwagens om het gesteente wat te veel is weg te scheppen, zodat we niet met een enorme berg gesteente komen zitten. De werkdagen zijn lang. We beginnen vroeg en we eindigen ook weer laat. Eigenlijk werken we de hele dag met het licht van de zon. Op het heetste punt van de dag houden we dan dus wel pauze, want anders dan verbrand je gewoon levend. Je wc is een gat in de grond, wat af en toe dus wel een mooi uitzicht geeft op de prairie. Heel veel luxe moet je op een opgraving niet verwachten, maar het is het zeker allemaal dubbel en dwars waard. Dank jullie wel voor het kijken. Volg het Oertijdmuseum op Facebook en Instagram. Volg mij op Instagram voor Fossil Friday en Sauropod Saturday. En graag tot ziens. Doei!